Hallo lieve vrienden, hoe is het met jullie? Jij is het goed? Nou, kan er kort over wezen. Hier is het gewoon goed. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Want pot verdikken. Anders zien we het niet. Ach, pepernoten. Tenminste, zo noemt denk ik 90% van de bevolking die dingen. Bolletje, die schrijft het. Goede erop, dit zijn kruidnoten. Pepernoten zijn van die hondenbrokken. Terwijl iedereen dit pepernoten noemt. Vreemd, hè? Heel vreemd. Maar goed, Sinterklaasfeest. Het is oktober. Winkels liggen vol met Sinterklaastroep. Ik heb bij de supermarkt hier al alles zien liggen. Marsepein, chocoladeletters. Die staven, die pretletters. Dan noem het allemaal maar op. Roomboterstaven, geloof ik dat die dingen heten. Alles ligt er al. Terwijl, en breek maar even de bek niet open, het Sinterklaasfeest toch eigenlijk helemaal een gort geholpen is. Ja, ik bedoel, leuk Achmedje dat je pepernoten opstuurt, maar je weet precies wat er gaat gebeuren. He, je drukt wel een beetje op een gevoelig puntje bij ome Jan. Want laten we wel wezen, dat Sinterklaasfeest uit mijn jeugd, dat bestaat niet meer. Dat is weer helemaal aan gort geholpen door dezelfde janknekken die werkelijk alles in deze samenleving aan gort proberen te helpen. Want alles wat leuk is en alles wat Nederlands is, moet stuk. Nou, mooi. Het is in ieder geval gelukt met Sinterklaas. Want daar is geen reet meer aan. Ik meen het serieus. Sinterklaas was vroeger toch eigenlijk het feest van het jaar. Daar keek je als kind naar uit. Schoentjes zetten, nadat die gast met die boot was aangekomen samen met zijn pietermannen. Was spannend, hè? We kregen wel cadeautjes. Stond je voor een open haard te zingen met het idee dat er iemand doorheen kon door die pijp. Het was één mooi sprookje. Op het dak met een paard. Dan deed je een winterpeen in de schoenen, was hij weg. Wat denk je? Paard had lekker een winterpeentje opgegeten. Sloeg helemaal nergens op. En ja, natuurlijk deden je ouders dat, want het is namelijk een sprookje. Het is namelijk niet echt. Het is namelijk allemaal verzonnen. Die gozer komt ook niet uit Spanje met die stoomboot die in Enkhuizen gehuurd is. Nee, het is dus allemaal een sprookje. Het is dus niet zo. Het is nep. Het is een verhaaltje. Het is verzonnen. En toen zeiden op een gegeven moment een paar mensen... Ja, dat kan je wel stellen, maar het is wel racisme. Nou, in ieder geval denk je meestal als mensen die niet helemaal goed bij het hoofdje zijn en iets roepen, dat je denkt, iets gek, laat maar. Maar je ziet toch zo langzamerhand dat als mensen dat soort dingen beginnen te roepen, dat je dat heel snel in de kiem moet smoren. Want voor je het weet, neemt gewoon de hele overheid het over. Hè? Of de media, zo word ik bij het NOS-journaal tegenwoordig wit genoemd, terwijl ik helemaal niet wit ben. Nou, de muur achter me, nou, die ziet een beetje geel, maar die is wit. Ja, dit is dus niet wit. Maar het maakt allemaal niet uit. Al die rarigheid, al die rare onzin wordt allemaal overgenomen. Waaronder dus al het gezeik over Zwarte Piet en dus Sinterklaas. Dus het feest is geen moer meer aan. Vroeger zag ik pepernootje in de supermarkt liggen en dacht ik, yes, het komt er weer aan. Hè? Mijn kinderen die hebben er zin in. Ik ga weer leuke cadeautjes voor ze kopen. Het wordt weer feest, hebben we straks een intocht hier in het dorp. En dan is het leuk en tegenwoordig denk je alleen maar, ja, het is een volwassen maatschappelijk debat geworden in plaats van een kinderfeest. Hebben jullie goed gedaan, jongens? Weer iets kapot. Ik moet toch wel even oppassen dat dit gewoon een reviewkanaal blijft en dat ik niet dit soort praatjes ga houden. Dan jaag ik alle linkse meisjes weg. Nou, daar houdt donder ook maar gelijk op. Oh, ik heb er ook helemaal geen zin in dat soort types. Ach, hè. Kruidnoten. Dit zijn de gewone kruidnoten van Bolletje. Bolletje staat bekend om zijn beschuit. Waarom zou je dan geen kruidnoten bakken? Ja, ik zie het probleem ook niet. Hartstikke leuk. En ze hebben natuurlijk geen Zwarte Piet op de verpakking gedaan. Want dat kost je tegenwoordig de kop als kruidnotenbakker. Ja, mooi man. Oh, wat is het leuk toch in Nederland geworden. Oh, wat is het toch leuk geworden. Als het niet veel gekker kan, heeft Bolletje ook nog andere smaken verzonnen. Oma's appeltaartkruidnoten. Schiet mij maar lekker. En ook op oma's appeltaartkruidnoten, wat natuurlijk heel raar is, want zou je in godsnaam appeltaartkruidnoot maken, zie je huisjes met sneeuw erop liggen, maar geen afbeelding van Sinterklaas of Zwarte Piet. Heeft dus blijkbaar niks meer met de kruidnoot / pepernoot te maken. Het hele feest is er van afgeschrapt. Wat er wel op staat is een kikker. Een kikker. En die kikker zegt, godsamme kraken, moet ik al deze beeld, denk ik. Rainforest Alliance People and Nature. Kruidnoten, geen woorden over Sinterklaas en Zwarte Piet, maar wel over een kikker en het regenwoud.
Wat gek. Het vreemde is natuurlijk dat ze bij Bolletje wel iemand hebben die zegt, laten we Sinterklaas en Zwarte Piet van de verpakking afhalen. Want voor je het weet staat bij één voor onze deur te demonstreren dat we een racistische koekenbakkersclub zijn. Maar dat er dan één iemand in die vergadering zat die zei, oké, dat is prima, maar zullen we er wel een kikker op doen voor het regenwoud? En dan riep een ander, weet je wat misschien wel een leuke smaak is? Oma's appeltaart. Weet je wel, oma's. Uit die tijd dat Sinterklaas en Zwarte Piet nog leuk waren. Dat het nog een leuk feest was. Oma's appeltaart. Pepernoten. Wat kruidnoten zijn. Ik weet het niet hoor. En om het allemaal nog maar eventjes heel erg gek te maken. Winnaar van de kruidnoten thuisverkiezing. Blijkbaar mochten mensen smaken insturen. De Red Velvet kruidnoot. Red Velvet is een, taart cake soort. En die is helemaal rood. En dan denk je, vandaar dat het ook Red Velvet heet. Nou, dat is hip. Onder hipsters, onder millennials. Onder mannen met knotjes die met een Apple laptopje op hun schoot bij een koffietentje hele moeilijke geitenmelk zitten te bestellen. En zogenaamd aan het werk zijn. Want ze hebben een heel hip bedrijf waardoor je lekker in alle vrijheid eraan kan werken. Over het algemeen zit het gewoon op uwv.nl te zoeken. Maar goed, de Red Velvet. Is Red Velvet heel erg lekker? Nou, eigenlijk niet. Het heeft niet zo heel veel smaak. Het geeft alleen kleur. Dus we hebben rode pepernoten. Ja, geen zwarte pieten, maar wel rode pepernoten. Gaat lekker, jongens. Nou, laat ik maar gaan proeven. Ik ben slonzagrijnig. Ik word er gewoon zagrijnig van. Want het is een non-discussie. Het is een non-discussie. Als je enigszins verdiept had in de geschiedenis van het Sinterklaasfeest, hè, dan weet je dus dat Sint-Nicolaas, hè, die overigens een Turk is en helemaal geen Spanjool, dat hij juist die Moren, wat dus de Zwarte Pieten moet voorstellen, heeft vrijgekocht uit de slavernij. Dat is het werkelijke verhaal. Dat kent geen mensen, dat is ook helemaal niet nodig, want wat maakt het uit? Die gozer komt cadeautjes brengen en dat is het dan. Maar goed. Dus al die huilbabies die zeggen, ja, en dan heeft hij allemaal zwarte slaven en die moeten die cadeautjes door de schoorsteen duwen. Er worden helemaal geen cadeautjes door de schoorsteen geduwd, want dat past helemaal niet. Want dat is een sprookje, het is verzonnen. Net als religie. Ja, dan maak ik nog meer mensen boos, maar laat maar zitten. In ieder geval waar het om gaat, dus die zwarte pieten, die waren niet slaven of lijfeigenen, die had hij vrijgekocht. Die heeft hij zijn vrijheid gegeven. En wat hebben ze teruggedaan? Een hoedje met een veer in een kop gezet. En die zijn hem gaan helpen met zijn cadeautjes weggeven. Goh, wat erg. Oh, wat een ramp. Jeetje, wat racistisch. Gewone kruidnootjes van de Bolletje. Zien eruit als een kruidnootje. Ja. Oh. Ja, is gewoon een prima, niks aan de hand kruidnootje. Zo wordt, zeg maar, de smaak van een kruidnootje, maar je denkt, de smaak van een kruidnootje, zo moet Sinterklaasfeest eigenlijk ook zijn. Je denkt, ah, leuk Sinterklaasfeest, ah, leuk kruidnootje, maar niet meer zo. Want een kruidnootje, ja, dat mag nog net, als zolang er maar geen Zwarte Piet of Sinterklaas afgebeeld is. En we hebben dus allemaal weer appeltaart kruidnootjes en Red Velvet kruidnootjes. Voor mij hoeft het niet, nou, en Red Velvet kruidnootjes. Hoe ziet hij eruit? Verschrikkelijk. Het is net een rode puist. Hier, dan word je zo mee wakker 's morgens. Hier. Ruikt hem er niet. Ach. Wat is nou Red Velvet dan? Moet je wel lachen. Er zit een soort chocoladekoeklaagje rood om het kruidnootje. Dus de Red Velvet is gewoon een soort rode chocola. Heeft met niks te maken. Nou, is hij lekker? Nee, is niet lekker. Zonde van het kruidnootje, die hele vieze, goedkope chocolade eromheen, met dat Red Velvet eromheen. Ik heb er 4 gegeten, ik kan nu al kotsen. Hier maak je dus een kruidnootje vies mee. Kijk, hier is dus een kruidnootje. Dat is gewoon een kruidnootje. Hard. Smaak een kruidnootje. Hier heb je dus een kruidnootje en dan hebben ze een hele vieze chocolade rode meuk overheen gemieterd. Waardoor je na 2 misselijk bent. En dat is niet helemaal de bedoeling, want namelijk het concept van kruidnootjes is dat je een heel zakje leeg vreet.
Nou, hier een half zakje hang je 3 weken boven het potje. Dus dit is walgelijk. Appeltaart. Ja, jullie begrijpen dat ik er een beetje snel doorheen ga. Want mijn schoentje zit gevuld, zeg maar. Niet met cadeautjes, maar met een gezeik iedere keer over Sinterklaas en Zwarte Piet. Ik kan er helemaal niet tegen. Wat is hier aan de hand? Nou, je hebt dus een kruidnootje wat er raar uitziet. Want het ziet er niet echt uit de kruidnootje. Er zit ook allemaal troep in. Ik denk dat het appel is of rozijn. En dan zitten ze dit soort dingen erbij gegooid. En dat is dan een kruidnootje met hetzelfde vieze chocoladelaagje als de Red Velvet. En het zal me niks verbazen als deze dan een spuitje appeltaart heeft gekregen. Het is een beetje zo'n yoghurtcoating. Ja, met zo'n hele verre chemische appelsmaak. Nou, nu nog even die kruidnootjes met die bennen erin. Nou, deze kruidnootjes zijn niet vies. Er zit een appeltje in. Dus die zijn gewoon lekker. Die met dat laag eromheen is misselijkmakend. Het is een beetje zo'n yoghurtsmaakje. Met appel erin. Nou, het is allemaal wel. Goed, maar die kruidnootje waar nog een stukje appel in zit, van gedroogde appel, dat is wel smaakvol. Ik ga afronden, want ik ga de boze witte man uithangen op de bank. Ik ga met mijn armen over elkaar zitten, naar buiten staren en heel hard roepen, vroeger was alles beter. Dat klopt wel, vroeger was alles beter. Tijd voor de cijfertjes. En u begrijpt dat ik als conservatieve oude man de gewone kruidnootjes het lekkerste vind. Maar daar gaat het even niet over, want we gaan van rotcijfer naar mooi cijfer. Even niet schelden, want er kijken wel kinderen hier naartoe. Ja? De Red Velvet is bedacht voor de hip, voor de millennial, voor de kijk maar je nou eventjes helemaal cool zijn. Met een moeilijke koffie en een rare sloppetrui. Dat zijn ook mensen die per definitie tegen Sinterklaas en Zwarte Piet zijn. Dus ik begrijp niet helemaal waarom Bolletje die mensen probeert te teasen. Laat ze lekker de krijgen. Ja? Mooi. Het is ook niet gelukt, het is ook niet te vreten. Kruidnootje vernacheld, want er zit namelijk een soort van chocolade yoghurtlaagje omheen. Wat rood is en heel zoet. Niet te bunkeren, 2 van die dingen en het is afgelopen. Dit krijgt gewoon een 3. Ook uit chagrijn, maar ook omdat het gewoon een wanproduct is. Dan hebben we hier oma's appeltaart pepernoten. Ook daarvan zeg ik, dat had niet gemaakt hoeven worden. Stop er gewoon eens mee. Sommige dingen zijn gewoon goed en die moet je goed houden. Zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest. Die appeltaart. Kruidnootjes met appel zijn lekker. Deze bollen, daar word je misselijk van. En is ook niet nodig, want als we het gewoon met die andere hadden gehouden, met kruidnootjes met appel erin, was het ook appeltaart. En hier wordt dan een zo smerig, chocoladerig, yoghurtachtig laagje overheen gedaan. Is het gewoon net niet. Krijgt een 5-ie. En de oud-Hollandse gewone kruidnoot, die krijgt gewoon een dikke voldoende. Want dat is precies wat het moet zijn. Het smaakt naar kruidnoot. Het proeft als een kruidnoot. Ik doe een beetje denken aan mijn jeugd, toen alles nog leuk was. Enfin, deze krijgt gewoon een 8 van Bolletje. Nou, leuk, leuk. Het zou 8 met sieren als je niet meer van die maatschappelijk wankele producten opstuurt. Want dit is een reviewkanaal. En nu ben ik boos. En mensen willen niet die boze Jan zien. Volgende keer gewoon weer drank. Of een hamburger. Nou.